Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is donderdag vandaag. Ja, sorry, maar ik ben ook gelijk even in gesprek. Dus, een dag van tegenslagen. Nou ja, tegenslagen niet, maar soms ben je klein en als je klein bent, moet je opboksen tegen de grote. Dat is af en toe wel eens moeilijk, want de grote gevestigde orde wint meestal wel van de kleine orde. En ik weiger mee te doen aan openbare humiliations, oftewel openbare beledigingen en gedoe allemaal, heb ik geen zin in. Ik heb mijn eigen YouTube kanaal, ben ik hartstikke trots op. Ik heb 143 abonnees, ben ik hartstikke blij mee. Iedereen die abonnee is op mijn kanaal, ben ik ontzettend blij mee. Maar ik laat me niet voor gek doen. Ik laat mij niet belachelijk maken, opdat de hofnar zijn status graag kwijt wil aan iemand anders die net op YouTube zit. En daar heb ik dus momenteel last van. Ik ga geen namen noemen, maar de mensen weten wel wie ik bedoel. Ik ben net kwaad weggegaan en ik weiger nog daaraan deel te nemen. Het is al toch al een beetje een rare dag vandaag. Ik zat op een pakketje te wachten, die is eindelijk binnen. En in de camera kijken. En ik ben zo gewend. Ik kijk elke keer in dat bovenschermpje. Gewoon Joost, die had dat ook. Joost, die heeft dat ook elke keer. En ik heb dat nou tegenwoordig. Ik heb natuurlijk een nieuwe camera, omdat mijn oude camera natuurlijk weg was. En ik heb nou een nieuwe camera natuurlijk met ook zo'n klepje. En dan kan je je eigen zien. Maar dat leidt zo verschrikkelijk af. Eigenlijk moet ik hem gewoon paf wegklappen. Want dat kleine venstertje, dat is makkelijk dat je kan zien dat je je eigen aan het filmen bent. Maar het leidt zo verschrikkelijk af. Je zit elke keer boven de camera te kijken. En dat is zo irritant en je moet in de lens kijken. En dat moet ik allemaal nog leren. Ja jongens, moet ik leren. Ja, ik ben nog maar een 11 maanden op YouTube. Ja, gek hè? Nou, het zullen jullie in het begin ook wel gehad hebben. Maar ik zat dus op mijn pakketje te wachten. En daarna had ik een etentje. Nou, op dat etentje kwam ik aan. En daar was ik ook al gelijk bonje. Ja, ik kan af en toe wel eens uit de band springen. Voor mij heeft iedereen dat wel eens. Gewoon een beetje lekker gek doen en dit en dat. En mevrouw die ging even bepalen wat ik wel en wat ik niet moest doen. Ja, dat moet je vooral bij mij doen. Dan ben je bij mij echt aan het verkeerde adres. Dus, en nou, dus dit gezeik. Dus dat kan er ook nog wel even bij. Maar ja, het is bijna vrijdag jongens. Laat ik geen bonje om niks maken. Ik ben gewoon blij met mijn 143 abonnees. En ik heb Kevin, ik heb Joost, ik heb Michael. En daar moet ik gewoon blij mee zijn. Ja toch, niet dan? Ja. Maar dan denk je van, nou ja, misschien kan ik wel met andere YouTubers gaan werken. Maar dat schijnt dus niet te kunnen. Dat is dus even het probleem wat ik momenteel heb. Ik ga vanavond niet live streamen, want ik heb nog een enorme achterstand in mijn vlogs. Nou, ga nou weg. Vlog 193 van zondag, die staat nou te uploaden. En ik ga nu even als de wie de weer gaan, de vlogs van maandag, dinsdag, woensdag en die van donderdag filmen. Die ga ik even snel in orde maken, want ik loop een week achter. Ik heb een beetje druk gehad en twee grote vlogs. Natuurlijk zaterdag was een grote vlog van Feyenoord VVV.
En de grote vlog van de dag daarna op zondag met het Kralingse Bos. Heb ook nog wel aardig wat tijd. Ja, dat kost gewoon aardig veel tijd als je een grote video hebt. Ja, dan krijg je dat. Dan, dat kost gewoon enorm veel tijd. Je moet heel veel editen. Ik loop altijd alles na. Dat hoef eigenlijk niet. Maar ik loop gewoon ook de video nog een keer na. En kijk ik gewoon alles terug. Om te kijken of dat er geen fouten in zitten. Geen versprekingen. Dat soort dingetjes. Als het een kleine verspreking is, is het niet zo erg. Maar ja, ik kijk gewoon alles na. Ik wil gewoon een goede vlog afleveren en geen rotzooi. Daarom kijk ik al mijn vlogs kijk ik na voordat ik hem ga uploaden. Ik wil gewoon kwaliteit hebben. Dat is hetgene wat er eigenlijk zeg maar waar het op aankomt. Nou, ik ga nog even verder hier. Ik ga nog even verder klussen hier. Ik ga nog eventjes, denk dat ik nog even Michael ga bellen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en daar ben ik weer. Nou, ik heb verder niet meer gereageerd. We hebben nog een paar keer een bericht gestuurd. Ik heb zelf nog een vriendschapverzoek gehad van iemand. En ik heb eigenlijk niet meer gereageerd. Ik ben er eigenlijk even een beetje klaar mee voor vandaag. Was ik er een beetje klaar mee. Misschien komt dat later wel weer een keer goed, maar ik had er vandaag geen zin meer in om, ik had er vandaag gewoon geen zin meer in om al dat gezeur, gezeik, gezamenlijk. Ik had er gewoon geen behoefte meer aan. En ik heb dus even niks meer van me laten horen. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee met al dat gezeur allemaal. En dan al die excuses van ja, maar zo is het niet bedoeld. Het is een grappie. Je weet het allemaal wel. Dus ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Met al dat gezamenlijk. Ik zit op YouTube om het plezierig te hebben. Ik zit op Skype omdat ik het plezierig vind. En ik zit niet op Skype of op Facebook. En of op YouTube om ruzies en al dat andere gezamenlijk allemaal te krijgen. Daar heb ik gewoon, daar ben ik weer. Daar heb ik gewoon geen zin in. Ik heb gewoon geen zin in al dat gezeur, gezeik. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, en dan zit je toch weer, ook weer in de soap. Ik zit de laatste paar dagen vol ongelooflijk te kijken naar de vlogs van Michael, die ook in een hele bizarre soap terechtgekomen is. In een slecht boek. En dat heb ik inmiddels ook een beetje sinds vandaag. Maar ik heb er niet meer op gereageerd. Ik ben er helemaal klaar mee met het gezeik. Ik wil gewoon leuke video's maken en leuke chatten. Leuke livestreams maken. En voor de rest geen gezamenlijk en gezeven. Ik ga nog eventjes, denk ik, heel even op de bank leggen. Alleen ben ik bang dat als ik op de bank ga leggen dat ik weer in slaap val. Want ik ben best wel moe. Dus het kan zijn dat ik zo in slaap val. En dat ineens weer, zoals gisteren en eergisteren, ineens weer 's ochtends, ik ineens weer in mijn groene werk t-shirtje staat. Maar dat zei het helaas toch maar zo. Ik ga lekker even op de bank even liggen. En dan ga ik zo lekker naar bed toe. En als ik dat volhoud, dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels de andere dag. En ja mensen, het is weer zover. Het was weer zover. Ik ben weer in slaap gevallen. Ik zei het al, het was 11:30 en ik had al zo'n gevoel. En ik was inderdaad dus in slaap gevallen. Nou, inmiddels is het de andere dag. En dan ga ik weer naar mijn werk toe. Laatste werkdag van vandaag. En dan is het weekend. Voor de rest in de soap is er niet veel meer gebeurd. Ja, ze hebben me nog een paar keer toegevoegd. En een paar keer gevraagd of ik terugkwam. Maar ik heb niet meer gereageerd. Ik had er geen zin meer in.
En ja, voor de rest heb ik gisteren een beetje de kous afgehouden. Ik had er geen zin meer in. En ja, ik was er een beetje helemaal klaar mee. Ik spreek misschien later het persoon nog wel eventjes gewoon even rustig. Maar ik heb geen zin in ruzies. Ik ben puur op Skype, wat ik al zei, voor de plezier en niet voor de ruzies. Nou, ik heb net de poes even eten gegeven. Kijk, daar zijn ze. Trippie zit al lekker te eten. En Bukito loopt een beetje rond hier. Bukito, daar komt hij hoor. Daar komt hij, Bukito. Hey, Bukito. Die zit aan. Oude vriend. Nou, ik ga het even. Hoe lang heb ik nog? Ik heb nog 8 minuten. Dus ik ga me even snel even verder aankleden. En dan ga ik lekker naar mijn werk nog eventjes. Ik moet de jongens nog even een stokje geven. Moet ook gebeuren. Zo. Ja, zo kan het wel eens gebeuren, hè. De ene keer dan lukt alles en de andere keer dan heb je weer ineens pech en hoop ruzie en gezeik en gezamenlijk. Nou, deze dingen horen normaal altijd zo, kan je automatisch doen, heb je geen schaven nodig, maar ja. Het zijn echt een beetje vervelende zakjes, zijn het. Ja, ook een stokkie, alsjeblieft. Ja, ook een stokkie. Lekker oude vriend, en die zit al lekker een stokje te eten. Dan moet ik even dat ding even verder even liggen doen. Zo. Nou, als dat ook weer gebeurt, moet ik gelijk nog mijn tas in te pakken. En me verder om te kleden. En dan ben ik klaar. Klaar om te vertrekken. Voor weer een werkdag. Ik ga alvast de tas even pakken. Even alvast de gang even alvast open doen. De deuren vast open doen en de licht ervan zitten, doe ik altijd. Ja, een beetje altijd hetzelfde ritueel. En daar, als ik op mijn werk kom, neem ik altijd eerst even een bakje koffie. Daar heb ik nu eigenlijk nooit zoveel tijd voor om koffie te maken. Dus die moet ik meenemen. En mijn oplaaddraad neem ik mee. Zo. En dan ga ik mijn tas inpakken en dan kan ik weg, gelukkig. Dan ben ik lekker op tijd. Dus ik ga met deze de vlog afsluiten. Ja, het was weer een korte vlog, maar ja, helaas. Ik kon er niks aan doen. De drukte af en toe, hè. Dat is wel eens irritant. Ho, even wachten hoor. Ik moet even zo. Hoppa, zo opschieten. Anders eet hij zijn stokje niet op en dan gaat Dribbel ermee aan de haal. Nou loopt hij weer door. Nou goed. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even blauw duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream bezig is. Dan krijgen jullie automatisch een melding. En dan zou ik zeggen, jongens, de groetjes voor jullie tot morgen. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.